Wij heten u welkom in het koninkrijk van koning IJzerhart, waar alom vrede heerst. Een lange, saaie, ononderbroken vrede. De orken en ogers zijn allemaal gedood om hun land om het kwaad uit te roeien. De draken zijn allemaal gedood om hun schat om het kwaad uit te roeien. En de buurlanden, tja, die weigeren IJzerhart de oorlog te verklaren. Wat erg flauw is, want een goedaardige koning kan natuurlijk onmogelijk zelf de oorlog verklaren. Kortom, de ridders van IJzerhart vervelen zich dood. En iedere tiran, goedaardige koning weet dat dat wel eens heel slecht nieuws kan zijn. Vandaar dat IJzerhart zijn ridders uitstuurt op een kweeste om een met mythen omhuld voorwerp te zoeken, de nutvolle piku. Maar als de ridders één voor één terugkeren, blijkt er iets niet in de haak te zijn en het leven in het paleis wordt wel heel erg naar. En dat is dan weer slecht nieuws voor Zwier, onze held. Want als leerling nog met een ondergewaardeerde voorliefde voor braakverhalen, ben je dan al snel aangeschoten wild. Zwier laat het er echter niet bij zitten. Hij gaat zelf op zoek naar de nutvolle piku, samen met de pittige hoofddame Balthilde en de naar eigen zeggen toch echt wel kwaadaardige magier Draakaard. Hun kweeste leidt hem onder andere naar de slimste boer ter wereld, de sterkste muis ter wereld en uiteindelijk naar de nutvolle piku.